Dag dames en heren, de vergoeding die gemeenten krijgen voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen is volstrekt ontoereikend. Dat blijkt uit een rondgang langs de Zeeuwse gemeente. Vandaag vangt Zeeland voor de zesde keer zo'n 200 vluchtelingen op. In Heinkesand verblijven die maximaal 72 uur in sporthal De Stenge. De eerste vluchtelingen komen vanmiddag rond 12 uur aan in Heinkesand. Net als in Capelle worden ze hier meer dan op andere locaties volledig afgeschermd van de buitenwereld. We proberen voor die groep mensen die wij hier ontvangen toch een beetje privacy te geven. En u zag ook dat er naast de opvang ook de kinderen de school een vrije middag hebben of in ieder geval pauze hebben. En nou, je wil die groepen toch een beetje buiten elkaar houden. Maar kan dat ook? Want de mensen zitten hier niet gevangen. Dus kunnen morgen ook gewoon hier naar buiten lopen of vanmiddag al. En dan komen ze misschien ook kinderen en de bewoners hier tegen. Ja, dat zou kunnen. Maar de eerste opvang, zeker voor deze groep, want deze groep komt uit Budel. Die hebben deze opvang nog niet meegemaakt. Maar wilden we toch een beetje privacy geven. De burgemeester zal zoveel mogelijk aanwezig zijn om de vluchtelingen en de 130 vrijwilligers bij te staan. Ik heb de eerste groep welkom geheten en dat verliep allemaal heel prettig. Wordt vertaald, want er zit een grote groep uit Iran bij en ja, die mensen spreken niet allemaal Engels. Het valt me op dat ze er allemaal goed en gezond uitzien. De groep verblijft 3 dagen in Heinkesand en vertrekt daarna waarschijnlijk naar de gemeente Rijmerswaal. Ik ga erover verder praten met Esme Beg. Die staat in Heinkesand bij Sporthal De Stenge. Esme, inderdaad, die witte schermen die vallen ontzettend op, maar het gaat dus niet om extra maatregelen. Nee, klopt. Want de aanslagen in Parijs die hebben er niks mee te maken, zegt de burgemeester. Want dit stond al in het draaiboek voordat dat überhaupt in Frankrijk allemaal plaatsvond. Maar deze opvang hè, van 72 uur, hoe gaat het nou precies in zijn werk? Ja, de gemeente kregen in september allemaal een oproep en moesten aangeven waar ze en wanneer ze dan ook de vluchtelingen eventueel konden opvangen. Ja, en als het dan nodig is, dan krijgen ze een telefoontje. Nou, en dan betekent dat de gemeente in actie moet schieten en moet zorgen dat de opvang mogelijk gemaakt kan worden. Toch weten ze wel pas een paar dagen of een dag zelfs soms van tevoren pas definitief dat de vluchtelingen echt ook daadwerkelijk opgevangen worden op hun locatie. En wat moeten die gemeenten dan in zo'n korte tijd allemaal regelen? Ja, voornaamste is bed, bad en brood. Dus dan moet je denken aan een slaapplaats, sanitaire voorzieningen en natuurlijk eten. Maar verder regelt de gemeente ook nog wel andere dingen. Zoals bijvoorbeeld beveiliging, vrijwilligers, maar ook vertier voor de vluchtelingen. Ja, en om exact inzicht te krijgen in wat zo'n gemeente nou precies moet regelen, ben ik langs geweest in Middelburg, die eerder deze maand vluchtelingen opving. De gemeenten krijgen voor de crisisopvang in bijvoorbeeld sporthallen €40 per dag per vluchteling. Daarvan moet alles betaald worden. Maar met dat geld redden de gemeenten het niet. Dat kan ook bijna niet. Hè? Je bent al bijna de helft, iets meer dan de helft zelfs kwijt aan eten en drinken. En de rest, je sporthallen, je inkomstendervingen, alle rekeningen. Volgens mij kan het niet voor €40. Daar zou wel op bij moeten. Ja. Want omdat hier de bedjes nu staan, kan er niet gesport worden. Betekent dat verenigingen geen huur betalen en loopt dus de gemeente nu inkomsten mis? Ja, we hebben een deel van naast deze sporthal, dat is de bowling, die hebben we ook af moeten huren. Daar moet je die eigenaar voor betalen natuurlijk. De bedden en dekens komen uit een centraal magazijn van het Rode Kruis of Defensie. En het eten maakt een keten daar uit de buurt. Het organiseren van de opvang voor 200 vluchtelingen is voor elke gemeente hectisch. Geen chaos, maar redelijk hectisch, ja. Georganiseerde chaos. Ja, maar wel leuk. Waarom vindt u het zo mooi? Ik heb 42 dienstjaren. Dit is een van de mooiste klussen die ik ooit heb gedaan. Je hebt het gevoel dat je echt iets betekent voor de mensen. En dat gevoel geven ze jou ook. Ze zijn ontzettend aardige, vriendelijke en hele dankbare mensen. Esme, €40 per dag dus. Daar komen de gemeenten niet mee toe. Hoe groot is dat tekort? Nee, daar komen ze niet mee toe. Ik heb een belrondje gedaan langs de gemeente die al hebben opgevangen. Dat zijn er 5 en die geven allemaal aan. Met dat geld kwamen we echt absoluut niet uit. Maar ze hebben ook nog geen exacte bedragen. Plus de gemeenteraden moeten eerst nog geïnformeerd worden. Dus op dat exacte bedrag moeten we nog even wachten. Maar wie gaat het tekort uiteindelijk betalen dan? Ja, dat tekort wordt betaald door alle 13 gemeenten, of je nu opvangt of niet. Alles wat extra wordt uitgegeven, komt op één grote hoop en wordt door 13 gedeeld. Dus elke gemeente draagt daar steentje bij. Dat zagen we bijvoorbeeld ook al tijdens het mistongeluk van de A58. Daar zijn ook kosten bij gemaakt en die zijn ook door alle 13 gemeenten gedeeld.
Esme, dankjewel. En naast de crisisopvang is er ook langere opvang van asielzoekers. De gemeente Terneuzen heeft vandaag bekendgemaakt dat ze komende donderdag en vrijdag bewonersbijeenkomsten houdt over de opvang van 800 vluchtelingen in Marina Beach bij Hoek. Die vluchtelingen zullen dan een jaar blijven. En Terneuzen had een verzoek van het COA gekregen voor langere opvang van vluchtelingen en asielzoekers.